Tonight, the world of Walt Disney comes alive here in Europe. En wij moeten niets vertellen over iets dat opengaat en dat heeft Eurodisplay, eggertje. Maar het klopt een beetje wat je zegt, Samson. Wij zijn vandaag getuigen van de opening van Euro Disney. En dat is een enorm groot pretpark, Samson. Er zijn er 4 in heel de wereld wanneer dit pretpark ook opengaat. Dat wil zeggen 4 Disneylanden, 2 in de Verenigde Staten en 1 hier bij ons in Europa en 1 in Japan. Was ik het? En waar woont Mickey Mouse dan? Mickey Mouse die woont in alle 4 de parken, die reist de hele wereld rond, hele dagen zal die dan wel in het vliegtuig zitten, denk ik. Ik weet ook niet hoe hij het juist allemaal regelt. In elk geval, het wordt een fantastisch 2 uur durend spektakel dat wij hier gaan meemaken, rechtstreeks vanuit Marne-la-Vallée, en dat is op een boogscheut van Parijs. Maar wij gaan Mickey Mouse zien, Eggertje. Maar het is te zeggen, ik hoop dat we hem gaan zien, het kan moeilijk anders. U ziet hier welke vedetten er allemaal zullen optreden. U zag daar José Carreras, Cher, Isabel en Paul Disney, Gloria Estefan, Tina Turner, om er maar een paar te noemen. En daar is hij al. Ik zie Mickey Mouse. Why, Tim de Land, dit ook al gezien, Eggertje. Hey, Goofy, amai, zeg, die zijn dan allemaal. And the Euro Disney premiere of Michael Jackson's Magic Kingdom. Michael Jackson, die zal straks ook meedoen hier. En nu, your hosts for the evening, Matthew Kelly en Pat Sharp. En hier zijn onze gastheren van vanavond. En ze heten ons natuurlijk dat ze ons van harte welkom heten hier in Euro Disney. We gaan die zeggen waar Mickey Mouse woont. Dat gaan ze zeggen en ze gaan nog veel meer zeggen. We gaan even luisteren. En wat jullie hier zien, dat is het kasteel van de schone slaapster. Ja, woont die daar? Die woont daar, die ligt daar heel de dagen te slapen. Dat was een gelukkig gutje, want die had zich bijgedaan aan zo'n wielerspielen. Aan een spinnenwiel, inderdaad. Down at the main entrance, all the stars and the VIPs from all over the world. Was dit een liever? Wel dat gisteren er een heleboel sterren zijn toegekomen hier in Disneyland. En dat we eens gaan kijken hoe die aankomst daar is gebeurd. In de Main Street is dat. In het, aan de ingang van Euro Disney is er een groot hotel en vlak aan het hotel begint ook Main Street. Dat is de reconstructie van een klein Amerikaanse stadje rond de eeuwwisseling. En daar zien we de aankomst van alle grote wereldvedetten. We herkennen daar Michael Jackson. Oh, Mickey Mouse en Minnie, Donald Duck. En zijn vriendinnetje Kathleen. Er waren meer dan 5000 enthousiaste fans die al deze wereldsterren verwelkomden daar. Kijk eens, die doen daar iets vies in de modder. Ja, ze geven daar een handafdruk. Maar kijk eens, die heeft daar haar zoals Mickey Mouse en Hollywood. Oh, dat is die van de konijn van Roger Rabbit. Ja, en hier rijden ze allemaal door die Main Street, zoals ik al zei. Een hele speciale straat waar van alles te doen is. Wat is er allemaal te doen? Wel, je kunt er bijvoorbeeld rijden met een antieke paardentram of met een oude brandweerwagen. Hier rijden ze allemaal in hele mooie oldtimers. Kijk, Mickey Mouse weer al eens. Die wordt nogal verwend, hè, Samson. Lossig, en daar maken ze koetsen van voor als ze koesten. Ja, je kunt er ook heerlijke soda sorbet eten. Dat is een Amerikaanse specialiteit. Dat is ook iets voor jou, denk ik. Oh, gaan we dat doen, hè? Ja, dat is nogal moeilijk hier, want wij zijn natuurlijk niet in Parijs. Wij zitten hier, spijtig genoeg, in Brussel, dames en heren, jongens en meisjes. We kunnen er ook niks aan doen, maar we zullen het proberen om van hieruit zo goed mogelijk commentaar te leveren bij wat er allemaal te zien valt. So it's now back over to Matthew Kelly. Thank you, Steve. And whatever you do, don't drop the binoculars, otherwise we're sunk. Now this castle behind us. Ja, en dat wel omdat dit een heel belangrijk kasteel is. Dit kasteel wordt eigenlijk een beetje het symbool van dit Euro Disneyland, zoals de Eiffeltoren eigenlijk het symbool is van Parijs. Oh, right. Now, just as the Eiffel Tower is the symbol of Paris, le Château de la Belle Bois Dormant, which you normally see in Sleeping Beauty's castle. Ja, er staat verschrikkelijk veel volk en hier vertellen ze dat dit dus wel degelijk het kasteel is van de schone slaapster. 150 feet tall, which makes it pretty massive. And you'll never guess what, Matthew? It can be seen from over 2 miles away. Most interesting. Well, here's a young lady chosen from 12,000 cast members, the spokesperson. Ja, en nu komt de uit meer dan 12.000 kandidaten woordvoerders gekozen jonge dame die de ambassadrice van Euro Disney zal worden in de hele wereld. En dat is Sabine Marcon. En die wordt aangekondigd met trompetgeschal.
Dus meer dan 12.000 kandidaten waren er om deze taak op zich te nemen. L'ambassadeur d'Euro Disney à travers le monde, Sabine Marcon. En daar komt ze, Sabine Marcon. En zij zal op haar beurt zo meteen de grote baas van Disney gaan introduceren bij u. Au nom de toute l'équipe d'Euro Disney qui vient de l'Europe entière. In naam van Frankrijk en van heel Euro Disney heet zij iedereen van harte welkom hier. En alle kijkers in de wereld, en dat zijn er meer dan 100 miljoen. En hier presenteert ze ons de directeur van de Walt Disney Company, zoals ik al zei, en dat is Michael Eisner. Daar is hij. Dat is dus de grote basis, Samson. Hoe is dat de grote meneer van de associatie? Van de organisatie, ja. Die gaat ook een woordje tot ons spreken. Hij bedankt Sabine hier. En iedereen, dus wij ook weer, wij zijn ook weer bedankt. De stichter van dit bedrijf zei ooit, zal proberen te vertalen wat hij zegt, dat zijn grootste wens was dat Disneyland een plaats was waar volwassenen en kinderen samen het leven in al zijn wonderlijkheid en avontuurlijkheid konden beleven. En een plaats waar ze weer uit zouden komen met het gevoel dat ze er iets beter van geworden waren. En zo, met jonge voices from all over Europe, we dedicate le château de la Belle Bois Dormant to both the young and the young at heart. En daarom dragen ze hier het kasteel van de schone slaapster zowel op aan de jongeren van de hele wereld als aan zij die zich nog jong van hart voelen. En aan iedereen die gelooft dat als je echt iets vurig wenst, al je dromen waar zullen worden. En dit is een kinderkoor dat is samengesteld uit kinderen van alle landen van Europa optreden. Wow, daar is Mickey Mouse weer. Ja, want het is nu tijd voor een beetje geschiedenis. We beginnen hier in 1929, toen Mickey in zijn stoomboot de Atlantische Oceaan overstak. En sindsdien heeft Europa al iets met Disney. Maar Mickey was niet de eerste Disney-figuur in Europa. De geschiedenis die gaat al veel verder terug. Ja, kijk, hier zien we Mickey Mouse in 1929. Maar is die onze wat? Ja, hij ziet er nog goed uit voor zijn leeftijd. En dit is Roy Disney. En deze plaats betekent heel erg veel voor mij, zegt hij, want de oorsprong van mijn familie ligt hier. In dit kleine dorpje, Isigny-sur-Mer, meer dan 900 jaar geleden, woonden hier Hugues d'Isigny en zijn zoon Robert. En een paar eeuwen later, in de Eerste Wereldoorlog, diende de tiener Walt Disney in het land van zijn voorvaderen als ambulancier bij het Rode Kruis. En in zijn vrije tijd, dan maakte hij zijn eerste cartoons voor zijn collega-ambulanciers en toen kreeg hij al 10 frank per cartoon, een handige zakenman al. En het eerste geld dat hij daarmee als kunstenaar verdiende was een feit. En dan duurde het niet lang of hij tekende hier deze muis, die ken je. Oh ja, ik heb hem gezien, dat was precies Mickey Mouse. Ja, het was hem. Oh. En in het begin van de jaren 30 was Mickey Mouse al een echte wereldster. En in 1935 riep de Volkbond Mickey uit als internationaal symbool van de goodwill. En dat is niet slecht voor iemand van zeven. En Walt die kwam zelf naar Europa om zijn onderscheiding in ontvangst te nemen, dat zagen we hier. Maar het was niet die onderscheiding die er voor Walt een onvergetelijke reis van maakte. Toen hij in Parijs was, bezocht hij daar een zaal die de hele dag niks anders dan Disney tekenfilms draaide. Wat van de drie biggetjes? Ja, dat zijn hier nog maar twee. Zijn er nog wel een huis aan het bouwen, hè? Ja, en ze hadden wel Walt altijd wijsgemaakt dat er niemand geld wou geven om alleen maar naar tekenfilmpjes te komen zien, maar hier in Frankrijk zag hij het tegendeel. En die reactie van de Fransen overtuigde Walt ervan dat hij maar meteen de grootste gok uit zijn loopbaan moest maken. Mooi, ik ken dat geld, dat is Sneeuwwitje. Ja, en dat was meteen de eerste tekenfilm die ook een langspeelfilm werd. En dat zijn de dwergjes? Ja, nee, hoeveel waren die, weet je? Om het zeven, ik weet dat. Ja. Oh, daar zijn ze weer. En de prins. Oh, die gaat daar een kus geven. Ah nee, we hebben het niet gezien. Ja, en mag die nu geen kus geven? Ja, dat zal hij straks wel doen. En Europa, die gaf Walt Disney niet alleen het vertrouwen om die film te maken. Hij zorgde ook voor het verhaal Europa dus. En 3 jaar later kreeg de wereld dit meesterwerk te zien. Oh, dat kasteel was precies een beetje zoals dat kasteel daar van achteren. Ja, en je ziet ook nu het kasteel prachtig in het licht staat. Al. En dat waren de Gypsy Kings en als alles goed. Maar nee, dat waren Donald Duck en Pluto die daar aan het dansen waren. Die mochten ook meedoen, maar het belangrijkste waren toch hier de Gypsy Kings. Echt waar, Samson. Maar alles... nee, kijk, voilà, daar zijn Pluto en Goofy ook. Ziet je nu dat die ook zo belachelijk zijn? Ja, en als alles goed gaat, dan zijn we nu op de Central Plaza. En dat is het centrale plein waarop later de officiële opening van Euro Disney zal plaats hebben. Ah, is dat nog niet open? Het is eigenlijk nog niet echt officieel open. Oh, wat doen wij daar dan al? Wij tellen mee af, want kijk, dit is de klok die aftelt. En dat zijn nog 94 minuten als ik het goed heb.
En nu gaan we terug in de tijd. In de jaren 40 van de vorige eeuw ontstond er beroering in Amerika toen bekend geraakte dat er goud was gevonden in Californië. En het duurde niet lang voor de goudkoorts de hele wereld in zijn greep had. Oh, wie had dat daar verloren? Ha, dat weet tot hiertoe nog niemand natuurlijk, hè. En hier in Frankrijk werd dan de loterij van de Gouden Staven gehouden. En de hoofdprijs dat was een reis naar het land van het goud, Californië. Wat zijn die al naar Mickey Mouse gaan kijken vroeger? Pas op, ze waren met heel veel. En meer dan 30.000 mannen en vrouwen uit heel Europa zijn dan naar het westen getrokken om daar hun geluk te zoeken. En hier in Euro Disney brengen ze die glorierijke tijd van de goudjagers opnieuw tot leven. In Frontierland. En achter die poorten van Frontierland ligt Thunder Mesa. En dat is een mijnstadje zoals je die in die tijd, in de pionierstijd van Amerika, overal uit de grond zag schieten. En het enige verschil is dat dit stadje natuurlijk niet zo lang geleden werd gebouwd, maar wel nu. En hier zijn we dan in dat stadje Thunder Mesa. Wat een schilder daarop! Ja, voilà, en we gaan eens een kijkje nemen hoe het er daar uitziet. Dat is de Amerikaanse cavalerie die we daar zien. En daar een paar goudzoekers die tot hiertoe nog niet zoveel gevonden hebben. Ik ken ook Goofy, die gaat mee op goudjacht, zie ik. Die mevrouwen daar ook goudzoeken. Ja, dit is niet echt geschikt voor jou, Samson, dus misschien kun je best even omdraaien. Alhoewel, het valt nog mee. Oh, mag ik even kijken? Ja, ja, doe maar. Oh, cowboys, Gert, cowboys. Wat komen die dan doen? Die zijn aan het vechten. Ziet er niet goed uit dan. Amai. Ze reden daar dus blijkbaar meer dan alleen maar naar goud zoeken. Pat af, die lichter. Wow, wie is de stoute, Gert? Maar de stoute is meestal niet met het zwart kostuum aan, maar... Oh, Gert, ik ben een beetje bang. Niet bang zijn, alles is onder controle, je ziet het. Wat ziet je wel, Gert? Hier komen we terecht in het grote spookhuis van Euro Disney. Het ziet er inderdaad allemaal een beetje griezelig uit. Die meneer is onder de kam kunnen praten, Gert. Nog komen, Gert. Gert, zijn ze weg? Mag ik mijn ogen open doen? Ja, ja, doe maar. Wat is een bot? Waar, Gert, dat zijn krabbel en babbel. En er wordt blijkbaar ook voor grof geld gespeeld daar, die boot. Ja, en zo verlaten we terug Thunder Mesa, het mijndorpje, het mijnstadje waar een heleboel attracties zijn uitgebouwd. Dat konden jullie zien. En nu gaan we naar het New York Hotel. Het is zo dat er maar liefst 6 hotels zijn gebouwd hier in Euro Disney. En een van die hotels is het New York Hotel. En daar is Mickey Mouse, jouw grote vriend. Oh, gaat hij nu komen? Ja, daar is hij. Oh, ik zie hem. En hij gaat ons een van de grootste namen uit de schaatswereld voorstellen. Maar daar is Donald Duck, die komt de boel weer een beetje verstoren, denk ik. Is dat de grote schaatser, Gert? Ik denk het niet. Nee. Ik denk dat hij zich een beetje vergist. Oh. En Mickey probeert hem dat hier een beetje duidelijk te maken. Voilà, en zo zijn we van Donald vanaf. Alhoewel, niet helemaal. Voilà, en gelukkig dat Mickey kan toveren.
give you the real skaters. The Olympic silver medal winners. Douchenees. Dat zijn de echte schaatsers en ze hebben ook schaatsen aan, je ziet het. En het zijn niet zomaar de eerste, de beste. Het zijn de zilveren medaillewinnaars van de Olympische Spelen. Ja, ik hoop dat u allemaal nog niet in slaap bent gevallen. Het is nog lang niet gedaan, we hebben nog anderhalf uur. We moeten nog niet gaan slapen, hè? Belangen niet, we hebben nog anderhalf uur spektakel voor de boeg. Maar aangezien ze in Parijs nog altijd bezig zijn met de publiciteit, gaan we nog eventjes wachten om terug naar daarover te schakelen. Nog anderhalf uur spektakel waarin we optredens krijgen nog van José Carreras, Gloria Estefan en de Miami Sound Machine, Angela Lansbury, The Four Tops en The Temptations, om er maar een paar te noemen. En Tina Turner die komt ook nog eens even langs. Wij wachten dus tot we terug naar Parijs gaan. En dat gaat over enkele ogenblikken gebeuren, denk ik. Zijn we nu weg, Gert? Nee, we zijn nog niet weg. Wow! Ja, voilà, daar zijn we weer. Oh, wat zegt die mevrouw nu, Gert? Dat die mevrouw helemaal raar is gekomen om lekkere vis met frietjes te maken, dacht ik als ik het goed begrepen heb. En wat heeft die gezegd? Die hoopt ons ook een van de dagen welkom te heten in Euro Disney. Meer dan 12.000 mensen werken daar in Euro Disney en daar hebben we er nu twee van gezien. Kan die ander ook allemaal nog iets zeggen? Ik hoop het niet, want dan zijn we binnen 6 weken nog niet weg. Maar we krijgen hier wel een optreden en ik, als ik het goed begrepen heb, is dat Gloria Estefan samen met de Miami Sound Machine. Ja, daar is ze. Gloria Estefan was dat, wiens carrière in 1990 op een tragische manier werd onderbroken, doordat ze een breuk opliep in haar rug tijdens een busongeluk tijdens de tournee. En sinds maart 91 is ze weer op het podium en haar comeback wordt hier in Euro Disney bekroond. En we gaan terug naar Main Street, dus die belangrijkste en hoofdstraat van Euro Disney. En we gaan eens kijken wat er daar allemaal gebeurt. Wat er zijn daar muziek aan spelen? Het zijn de Keystone Cops, zoals ze heten. En zoals onze presentator vertelde, een stelletje gendarmes die je zo wel nooit op de Champs-Élysées zult zien. Heel veel Europeanen hebben zich de afgelopen maanden afgevraagd, wat is nu eigenlijk Euro Disney? En één ding is zeker, Euro Disney is verschrikkelijk groot. Euro Disney is meer dan 2000 hectare groot en dat is een vijfde van de totale oppervlakte van Parijs. En na de kanaaltunnel is Euro Disney het grootste bouwproject uit de Europese geschiedenis. Het is letterlijk een stad op zichzelf. De werken zijn begonnen in 1988. En meer dan 10.000 mannen en vrouwen hebben het park mee helpen bouwen. En nu is het park helemaal af. En ze verwachten dit jaar daar in Parijs, dit jaar alleen al, luister goed, 11 miljoen bezoekers. Maar dat is zeker veel, hè, Gert? Ja, als je ziet hoe vlug het allemaal is gegaan. Hè. Willen we ze stellen, Gert? 1, 2, 3, 4, wat zijn er veel? En zoals ik al zei daar straks, Samson werkt er 12.000 mensen in Euro Disney die allemaal minstens 2 talen moeten spreken en sommige van hen spreken zelfs 5 talen. Het is nogal moeilijk om al die attracties in Euro Disney daar op 1 dag te doen, want het is verschrikkelijk groot en daarom heeft Disney aan een paar wereldberoemde architecten gevraagd om net buiten dat grote sprookjesrijk een reeks hotels te bouwen. 6 hotels heb ik al verteld en dat wil zeggen een unieke gebeurtenis, want nog nooit zijn er zoveel hotels tegelijkertijd op 1 plaats opengegaan. Oh, en hier een vijver met Romeintjes, Gert. Met fonteintjes. Oh, wat dan bedoel ik? Oh, Mickey Mouse weer. Hij geeft een kus, Gert. Ja, en het is eigenlijk ook de eerste keer in de geschiedenis dat er een hotel werd gebouwd aan de ingang van het park. En dat hotel werd eerder vandaag al geopend op een zeer officiële manier met heel veel spektakel en muziek. En dit is een band bestaande uit meer dan 650 muzikanten. En dat zijn de beste muzikanten uit de 50 staten van de Verenigde Staten. En die hebben allemaal, en dat is misschien wel plezant, maar niet voor hen, maar wel om te weten, hun eigen reis naar hier betaald, naar Parijs. Dus die hebben zelf allemaal betaald om naar hier te mogen komen. Die zullen dus wel erg blij zijn dat ze erbij zijn. Toch raar dat een vliegtuigticket er niet meer afkomt. Zwaar is soms. Oh, ik weet niet hoeveel dat kost, hè, Gert? Nou, niet zoveel als je het vergelijkt, denk ik, met de totale kosten die hier worden uitgegeven voor dit fantastische spektakel. Oh,
Wat ze zeggen daar, goeie dag tegen ons. Je hebt het gezien? Ja, ik vind het terug zwaaien. Geert, ik heb Sneeuwwitje nog maar één keer gezien en je hebt gezegd dat die daar ook woont. Ja, Sneeuwwitje die zal straks nog wel eens een groot ornaat opkomen daar. Oh. Absoluut. Want het is waar, hè? Now what we decided to do was to award him the DFM, which was the Distinguished Fun Medal. And as you'll see with Matthew's postcard from Euro Disney, they really had themselves a bit of a Disney party. Okay, everybody, here we are at last on a scale of 1 to 10. How excited are we? Wat zien er allemaal nogal opgewonden uit hier? Die luisteren naar wat die meneer zegt. Ja. Okay, forget it. Shall we have some fun instead? Ze zijn vertrokken. Die gaan een kaartje kopen, precies. Goed. Zouden die met de trein gaan? Ik weet even veel als jij, Samson. Lovely, thank you very much. One each. There's one for you quickly. Thank you very much. Lovely. Oh nee, ze hebben een boekje gekocht. Waarschijnlijk staat daar het plan in van het hele park. Yes, was there something? Yeah. Yes. En Mickey en Minnie die zullen eens even helpen. Oh, maar die weten dat, want die wonen daar, hè? Absoluut, die zullen even helpen om de boel daar... Wat dan niet gemakkelijk, hè, zeg. Een beetje rond te leiden. It's Mickey en Minnie Mouse. Ja, hij heeft ze herkend. Wel een beetje dom dat hij dat niet vroeger had gezien. Hè. Oh, wij wisten dat direct. Natuurlijk. Oké, het is 1400 hours. De parade is at 1500 hours. Dat geeft ons about 100 hours, I suppose. Oké, everybody. See you later, Mickey and Minnie. Come on. Dan is die weer weg. Waar, Goofy? Meuse Main Street. En zoals ik al zei, je kunt daar een ritje maken op die padentram. Dat zien we hier. Je kunt er ook je baard laten scheren door een echte ouderwetse barbier. Hela, hela, dat is niet voor mij eigenlijk. Maar wel, je hebt toch een mooie baard, die zou er best af kunnen. Hier zien we dat. Wagen, dat is een boot van Peter Pan. En dat is kapitein. Oh, ik zie Dumbo. Meer dan één Dumbo. En daar oh, is die Sneeuwwitje daar. Wauw, dat is tof, zeg. En hier zien we dan dat kasteel van yes, de Schoonslaagster. But you'd have to give me a good price on the Hillman Imp. Die mogen met die boot varen. Alice in Wonderland. En hier zijn we terug bij die barbier waar jij misschien ook eens vroeg of laat kunt langsgaan. Waarom zeg jij dat altijd? Director, whatever you do, don't say cut. We've had quite enough rushing around. Maar blijkbaar heeft die barbier toch niet zo goed zijn werk gedaan, want de man staat er nog altijd met zijn baardje. Dus. Oh, dat is geen goeie, hè. Dan moet ik daar niet gaan, hè. En dit is dan de grote Disney-parade, zoals die elke dag plaatsvindt daar in Main Street. Een optocht waar alle Disney-figuren in aantreden. Oh, daar is Pluto. En dat is van Pinocchio, hè? Wacht, die vecht tegen dat monster. Dat is van Sneeuwwitje. En dat is van Assepoester. Ik heb het gezegd daar straks, hè, dat dat zo met die, hoe heet dat weer, zo die ronde dingen. Een pompoen. Ja, ja, dat wou ik zeggen. En hier is Mowgli. Oh, en dat is Roger Rabbit.
Roger Rabbit in the back. You know, many of Disney's best loved characters started life right here. Je zegt die meneer weer iets, zeg het. Ja, dat er heel veel van die geliefde Disney-figuren hier in Europa geboren zijn, bij ons dus. In onze folklore, onze legende en onze sprookjes. Uit Duitsland komt bijvoorbeeld jouw favoriet Sneeuwwitje, uit Italië Pinocchio, Peter Pan en Alice in Wonderland komen uit Engeland. En Assepoester en de Schone Slaapster uit Frankrijk. Oh, dan zijn die daar nu thuis. Maar het is wel Walt Disney die er dus de hele wereld mee is rondgetrokken. En welke taal u ook spreekt, maar als u aan Pinocchio denkt of aan Sneeuwwitje of aan Assepoester, dan zult u altijd deze Disneybeelden voor u zien. En hier in Euro Disney vind je al deze fantastische personages en verhalen terug in de betoverende wereld van Fantasyland. Hoe gaan wij daar nu naartoe gaan? Ja, inderdaad, want deze sprookjeswereld, zoals deze meneer hier vertelt, werd eerder deze week officieel geopend met een van de onvergetelijke scènes uit de sprookjesgeschiedenis. En wel het ontwaken van de Schone Slaapster, kijk maar. Wow, ik weet hoe dat komt, Gert. Mag ik het zeggen? Zeg het maar. Oh, die prins heeft daar een zoen gegeven. Sst, maak ze niet wakker, hè. Nu slapen ze allemaal nog. Is daar de prins en huppakee. Oh, ik wist het, ik heb het gezegd, hè. En ze is wakker. Oh, ik wist het, want ik had dat al eens gelezen in een boek. Ze zal wel even schrikken, want ze is nog maar net wakker of de trompetten schallen haar in haar oren. Maar er is niet veel aan te doen. En een heleboel gillende kinderen daar. Als ik 's morgens wakker word, dan heb ik het liever toch een beetje rustiger. Maar ja, ik ben ook de Schone Slaapster niet. Oh, dat Sneeuwwitje terug, hè? Ja. Peter Pan ook, zeg, amai. Want die heb ik niet graag. En dat vliegen. Amai, zeg, die is nog sterker dan Merlijn. Zijn dat allemaal broertjes van Dumbo, Gert? Ze lijken er in elk geval allemaal verschrikkelijk veel op. De echte Dumbo hebben we nog niet gezien vandaag. Jawel, dat is straks. Ah ja, zo betekent zo. Ja, ja. Maar nog Sneeuwwitje. Amai, nu komt die dikwijls, hè. Gaan ze nu wandelen, Gert? Ja, ze komen nu weer in het doolhof van Alice. En daar gaan ze hun weg nog vinden? Het is te hopen, want anders dan zullen ze nooit thuis geraken natuurlijk. En daar is Pinocchio terug. En zo krijgen we een mooi beeld van heel Fantasyland, waar al die sprookjesfiguren dus te zien zijn en waar je ze allemaal persoonlijk kunt ontmoeten. Amai, zeg. Oh, zo'n groot beest, wat ze zijn er bang voor. Groot gelijk hebben ze. Meteen maar terug naar buiten en op naar de volgende attractie. Want nu zijn ze precies allemaal goed wakker. Ja. En allemaal dankzij die ene kus van een prins. Amai. Je moet het toch maar doen. Voilà. Well, I thought that looked pretty fantastic, but don't take my word for it. Let's go to our expert witnesses. What do you think, Aisha, Leila? En zij twee hebben het allemaal meegemaakt en ja, ze kunnen alleen maar bevestigen wat de presentator zegt, dat het echt fantastisch was. What are you doing, Pat? Rather excited, Matthew, as history is about to be made on this. Ja, hier wordt geschiedenis geschreven. Al meer dan 25 jaar komen zowel de Temptations als de Four Tops naar Europa, maar ze hebben hier nog nooit samen opgetreden. En voor dit bezoek aan Euro Disney zijn ze hier de Temptations en de Four Tops. En wat wel een beetje verbazingwekkend is, is dat deze groep naar het schijnt al nog maar 2 dagen geleden voor het eerst samen heeft gerepeteerd. Het klinkt niet slecht, hè? Laten we nog even naar luisteren. Maar nu komt die meneer daar ineens weer tussen.
Ja, we gaan terug voor een korte tijd Disney, Euro Disney verlaten. Straks hebben we nog optredens van Angela Lansbury, José Carreras en Tina Turner. En brengen we ook een bezoek aan de Wild West Show van Buffalo Bill. Maar wij gaan nu een beetje rocken. En die kennen wij ook. Voilà. Tot straks. Waarom moesten wij daar zo tussen zingen de hele tijd? Wel, Samson, het is zo dat het programma dat wij vanuit Parijs krijgen telkens onderbroken wordt door publiciteit en vandaar dat wij af en toe een clipje ertussen doordraaien. Oh. Nu gaat die meneer daar iets vertellen. Ja, dat is, als ik het goed voor heb, de broer van Walt Disney, Roy Disney. Hij lijkt er een beetje op, hè, op Walt. Dat is te zeggen zoals hij vroeger uitzag, natuurlijk. Gaan wij nu terug naar dat park, Gert? Absoluut, Samson. Roy spreekt nu een beetje over zijn jeugd. Het is dus de neef van Walt Disney. Ik dacht het al, want Roy, volgens onze informatie, die is in 1971 overleden. Wat vertelt die meneer nu allemaal, zeg? Ik wil Sneeuwwitje zien. En Peter Pan wil ik ook zien. Gaat hij nog lang blijven praten, zeg? Het gaat nu over de laatste film van de Disney Company, Beauty and the Beast. En meneer Disney krijgt nog eens de felicitaties, Roy Disney. Als we af en toe zelf niet zo goed kunnen volgen, mag u ons dat niet kwalijk nemen, dames en heren. Wij weten ook bijna evenveel als u van wat er allemaal gaat gebeuren. Af en toe verloopt niet alles echt volgens het scenario dat we hier hebben toegekregen. Dus wij wachten ook maar af wat er komt. En net als u begrijp ik dat we nu naar Festival Disney gaan. En Festival Disney brengt het Amerikaanse nachtleven naar Parijs. Wat stond daarop? Amerika. There's dining and nightlife from the delicatessens of New York to the discos of Key West. Wow, die gaan daar van alles zitten. Ja, want er zijn zowel delicatessenwinkels als discotheken, zoals we er hier een zien. Maar de hoofdattractie is de Wild West Show van Buffalo Bill. En die show die heeft meer dan 30 jaar lang de hele wereld afgereisd en beleefde reeds triomfen in Parijs in 1889. En deze keer is die show dus terug in Parijs. Maar arriveerden de Buffels wel met een 747. En dan gaan we een kijkje nemen in die Buffalo Bill Show. En daar is Buffalo zelf. Hij ziet er nog goed uit. Allemaal echte cowboys, Gert. Wel, het zijn echte cowboys. Dus te zeggen, er waren meer dan 1000 kandidaten die hier wilden optreden in die show. En daar hebben ze er een 40-tal uit overgehouden. Dus alleen de beste mochten meedoen met deze show. En niet alleen zijn er cowboys, maar ook Indiaan. Oké, kijk eens, Gert. Dat zijn van die Bristons, of weet dat weer? Die Bristons. Ja, dat bedoel ik. Wat een Indiaan die zijn paard kwijt. Wat daar loopt het. Die cowboy heeft dat gevangen. En je ziet het, iedereen die dit spektakel van Buffalo Bill wil meemaken, die is verplicht van een cowboyhoed op te zetten. En waarom? Wel heel eenvoudig, omdat Buffalo zelf ook zo'n cowboyhoed op heeft. En het publiek, daarvan wordt ook verwacht dat ze heel enthousiast meedoen met het hele spektakel. En zoals je kan zien, Samson, doen de mensen dat ook, maar het is ook een fantastisch spektakel. Alweer een Indiaan, die heeft zijn paard nog niet verloren. Nee. Al die andere heeft paardje stopgedaan, hè. Oh, die kan daar niet blijven opzitten, precies. En als je dit allemaal ziet, dan begrijp je wel waarom ze alleen de allerbeste ruiters van de hele wereld wilden om mee te doen aan dit spektakel. Wauw, dat is geen goeie, want die viel eraf.
the central plaza where the countdown clock. En hier zijn we terug bij de centrale plaats waar die klok gaat aftellen tot de officiële openingsceremonie begint. Nog maar 46 minuten en dan zijn wij klaar voor het historische evenement. En we gaan onze volgende muzikale gast aankondigen. Hier zo'n 40 jaar geleden nam een moeder in Barcelona haar jonge zoon mee naar de bioscoop. En toen hij de film gezien had, wist die jongen precies wat hij later wou worden. Die film was De Grote Caruso met Mario Lanza. En die jongen werd later een van de grootste tenoren ter wereld. Hij is vanavond hier in Euro Disney. En je weet vast en zeker al over wie ik het heb. José Carreras. Die meneer heeft dat ook gezegd. Ja. Honderd, die meneer die zingt zoals meneer Spaghetti, hè? Ja, bijna even. Wow, José Carreras live. Great to see him looking in such great shape and sounding so good as well. Okay, from classical music to music in a lighter vein. Let's go down to Main Street. Ja, wij gaan terug naar Main Street. En dit is het Main Street Quartet. Ja, en in de echte wereld bij het Euro Disney ligt het Caribisch gebied zo'n 10.000 kilometers van het Midden-Oosten vandaan. Maar hier, in het Rijk van de Magie, liggen ze maar op een paar stappen van elkaar. Ja, en hier bevinden wij ons bij de ingang van het Adventureland. Een vreemd en exotisch land waar de verhalen van 1001 nacht tot leven komen. En waar piraten nog altijd de zeven zeeën afschuimen. En waar mysterie en intriges nooit ver weg zijn. Of ze kan die piraten daar nu komen, Gert? We gaan kijken. Oh, oh daar is er al een. Ik ken die. Die is van Peter Pan. Oh, Gert, wat kan die doen? Die zijn niet veel goeds van plan. Oh, Gert, ik ben een beetje bang. Tot hiertoe doen ze niks anders dan een gewoon dansje. En daar moet je eigenlijk geen schrik voor hebben. Nee. Maar als kapitein Haak in de buurt is, dan dat voorspelt niet veel goed. Daar is hij weer, Gert. Wat is die precies, vriendelijk? Oh, maar dat komt omdat Peter Pan er is, Gert. Die zal dat allemaal weer regelen, hè. Het is te hopen. Oh, de kapitein Haak heeft het niet gezien, Gert. Dat Peter Pan zijn kleren weggenomen heeft. Hij wordt dan ook verleid door een mooie dame, zoals je zag. Er hangt een briefje aan. Oh, ik weet het, Gert. Ze gaan een schat zoeken. Dat zal niet echt zijn, hè, Gert. Peter Pan zal dat gedaan hebben, hè, Gert. We gaan zien. Ze komen op het avontuureiland nu. En ze vragen dan aan de voorbijgangers waar ze naartoe moeten gaan. Ja, dat staat toch op hun kaart? Maar ja, Hoek blijkt niet de verstandigste kerel te zijn die daar rondloopt in Euro Disney. Want nu gaat hij wegvaren. Want die zijn weer aan het vechten. Wordt hij toch wel een beetje zenuwachtig? Ja. Ja. Oh, daar staat een kruis op de grond. En nu eens kijken wat er echt onder de grond zit, of het echt een schat is, zoals kapitein Haak dacht. Het is een muizenval. En zo heeft Peter Pan de kapitein goed liggen gehad. Oh, zeg, nu lopen ze allemaal achter Peter Pan. Maar nu zijn die terug, vrienden.
Ja, en dit sprookje kent ook onverwachts nog een happy end. Fantastic, awesome and definitely bodacious. And I'm also hoping to get a bit of an interview later on with Captain Hook. Ja, en hij hoopt nog een interview te kunnen maken van Captain Hook straks, maar ik denk niet dat dat mogelijk zal zijn. Ja, Disney die heeft niet alleen voor hele grappige films gezorgd, maar ook voor heel romantische momenten gezorgd. Veel van onze opvattingen over liefde en romantiek hebben we van Disney-klassiekers zoals Assepoester of De Schone Slaapster. En als we opgroeien, dan leren we natuurlijk dat je in het ware leven niet op een droomprins of een gelukkige afloop kunt rekenen. Was leventje, Birgit. Ja, ik ken die mevrouw, hè. Die heeft ook in Exe en Bezemstelen was, ja. Ja, ja, dat klopt. Dat is Angela Lansbury. En dat is ook een van de sterren in Beauty and the Beast. En we gaan weer even pauzeren. Straks zijn we terug met de opening van Discoveryland. Tina Turner en Michael Jackson. Maar ondertussen mag Samson nog eens een beetje zien. Ja, we gaan dan wel niet naar Mexico, maar wel terug naar Parijs, naar Euro Disney. Toen Jules Verne 11 jaar was, liep hij weg van huis. Hij wou scheepsjongen worden op een schip dat naar West-Indië voer. En toen al hield hij dus van avontuur. Maar vlak voordat het schip zou afvaren, vond zijn vader hem en die sleurde hem mee terug naar huis, hoe zou je zelf zijn. En de jonge Jules kreeg een flinke uitbrander en deed zijn familie en zichzelf een belofte. Voortaan zal ik nog enkel in mijn verbeelding reizen, zei hij. Dat is misschien wel de beste manier om te reizen. In zijn verbeelding reisde Jules Verne naar de Noordpool, naar de maan en kwam hij ook 20.000 mijlen onder zee terecht. En het mooiste is dat hij de hele wereld liet meereizen. Vanavond keert hij terug naar Frankrijk om Discoveryland te openen. Euro Disney heeft dit land gewijd aan een van zijn favoriete bestemmingen en dat is de toekomst. Bonsoir. Le monde de Discoveryland retrace la quête des pour parvenir à concrétiser les espoirs et les rêves de ces hommes de tous les temps qui furent et sont. De wereld van Discoveryland brengt hulde aan de zoektocht van de mens door de tijd. De mens die zo hoopte om zijn diepste toekomstdromen en verwachtingen werkelijkheid te zien worden. Hier zien we hoe verbeelding vernieuwing teweegbracht. En hier opent hij Discoveryland met de woorden waar hij altijd al in heeft geloofd. Wat de mens kan fantaseren, kan hij ook realiseren. En zo is Discoveryland officieel geopend. Ja, de meeste van ons zijn eigenlijk geen echte zieners. Voor ons lijkt een kwart eeuw nog verschrikkelijk veraf. Maar voor de dromenbouwers van Euro Disney is het jaar 2017 zoiets als morgen. En zo komen we terecht, Samson, bij het maquette-atelier van Euro Disney. Waar elk detail van het pretpark op schaal werd gebouwd. Dus hier wordt heel Disneyland in het klein gemaakt, als het ware. Wat dan die stilte maar dan voor de kaboutertjes? Eigenlijk zou het zo'n beetje kunnen zijn, ja. En hier worden al plannen gemaakt voor de komende 25 jaar van Euro Disney. In 1994 komt de kleine zeemermin tot leven in een van de attracties in Fantasyland. Beauty and the Beast will invite everyone to be their guest in Fantasyland. En ook Beauty and the Beast zullen tot leven komen en er komt bovendien nog een verbinding tussen het hele pretpark en de Franse TGV-lijn. 2 jaar later komt dan de Splash Mountain naar Frontierland, terwijl er in Adventureland een ultramoderne tocht door de Rimboe gaat bijkomen. En voor het einde van dit jaar al wordt er begonnen met de bouw van een tweede park, de Disney MGM Studios Europe. Een film- en tv-productiecentrum in werking waar bezoekers de wereld van het filmmaken en het gouden tijdperk van Hollywood zullen ervaren. En de openingsdatum is voorzien in 1995. Oh, dat is toch nog een beetje langer. Nog wel, maar alsof er nog niet plannen genoeg zijn, zijn er nog plannen voor ritten, voor shows en nieuwigheden die pas het daglicht zullen zien als de kleinkinderen nu hier met hun kinderen naartoe komen. En dit is dus niet alleen het begin van Euro Disney, maar ook het begin van heel veel dromen. En we gaan terug naar Central Plaza,
En we gaan terug naar de fameuze klok die de minuten laat wegtikken. En we gaan eens kijken hoe lang het nog gaat duren vooraleer Euro Disney officieel wordt geopend. 19 minuten. Dat is niet veel meer, hè? En we zijn hier terug bij de ingang van Adventureland. En dat waren de African Tam Tams, en dat zijn authentieke Afrikaanse percussiegroep die helemaal uit Zaïre naar Euro Disney is gekomen. Amai. Het zijn duizenden arbeiders en vaklui die over de hele wereld naar hier zijn gekomen om Euro Disney te bouwen. En vooral die mannen en die vrouwen zijn de afgelopen 5 jaar een unieke ervaring geweest. Als een schilder of steenhouwer of tuinarchitect krijg je natuurlijk niet gauw de kans om zo een kasteel te bouwen voor de schone slaapster bijvoorbeeld. Of om Alice in haar wonderland aan te leggen. Hè. Of om een piratenschip van kapitein Hoek te schilderen. Maar hier kregen ze nu eens allemaal de kans, die mannen, om hun fantasie de vrije loop te laten en in werkelijkheid om te zetten. Het is dankzij hen dat deze kinderen hier ook kunnen genieten van die fantastische attracties. Voilà, we gaan terug naar Main Street. En daar is een van de grootste avondattracties van Euro Disney. De Main Street Electrical Parade. Amai, wat wil dat zeggen, Gertje? Wel, dat is een grote optocht met een 23-tal wagens en 75 personages en artiesten. En ja, het is een heel bijzondere optocht, want er is een heel speciale belichting. Maar dat gaan we zo meteen wel zien. Meer dan 500.000 lichtjes zijn er te zien. De parade is er nog niet aangekomen. We wachten een beetje tot die parade gaat aankomen. Ondertussen krijgen we nog eens prachtige beelden te zien van het kasteel van de schone slaapster. Ah ja, die zal nu ook kijken, Gert, want die is nu wakker, hè? Ze is wakker, ja. Door die zoen van die prins, hè? En hier zien we een van die wagens met die duizenden en duizenden lichtjes op. 500.000 lichtjes in totaal op de meer dan 23 wagens. Oh, die mensen lopen daar een beetje in de weg, zeg. Ik kan niet goed zien wat het allemaal is. Gert, kan je niet vragen dat die een beetje opzij gaan? Dat zal nogal moeilijk gaan, denk ik. Maar zo meteen zullen we wel iets betere beelden krijgen van die Main Street Electrical Parade. Maar blijkbaar zijn ze vandaag een beetje te laat vertrokken. We hebben er niet veel van gezien, we gaan weer passeren. En deze keer gaan we niet kijken naar een van onze clips, Samson, maar blijven we wel ter plaatse in Euro Disney. Dat hebben ze ons tenminste beloofd. En gaan we kijken wat er op dit ogenblik allemaal aan het gebeuren is. Het is alleen maar zo'n plaatje, als ik. Ja, ik zie het ook in over enkele ogenblikken. Ik weet niet meer precies hoeveel minuten we nog af zijn van de officiële grote opening, maar dat wordt een fantastisch spektakel. En er zal op meer dan 10 plaatsen iets te zien zijn in het park. Het is nu helemaal zwart, al het licht is uitgegaan. Ah, hier zijn we weer. Oh ja. Maar we hebben geen prentjes meer van in dat park nu, Gert. Helemaal niet, nee. Ja, toch een liedje dan maar. Wij zijn nog maar eens verliefd. Ja, en terwijl wij nog eens konden vertellen hoe verliefd wij zijn, maken wij ons klaar voor het grote moment, het hoogtepunt van de avond. Daar is dat enorme orkest, 650 man sterk. 2 dagen maar gerepeteerd met een fantastisch resultaat. En hier krijgen we een ander mooi beeldje te zien. Oh, nu zijn we het alweer, zeg. Blijkbaar zijn, hopelijk gaan we dit historische moment niet missen natuurlijk. Want die mannen die gaan dan ondertussen maar verder lopen, hè, Gert? Ik kan u wel vertellen dat u straks een ongelooflijk spetterend fantastisch vuurwerk te zien zult krijgen. Dat is een van de onderdelen van de officiële opening. En ook de grote baas van de Disney Company zal een woordje tot ons richten. Dat is dan een hele grote, Gert.
verschrikkelijk groot. Ik heb... groter dan jij! Wat is te zeggen, ik heb ergens gelezen dat die man zo bijna 1 miljard Belgische frank per jaar verdient. En dat is verschrikkelijk veel geld. Ja. Ja, daarvoor zou ik ook wel directeur van Disney willen worden. En daar juist hoorden we nog iets van vanuit Parijs, maar de klank is nu ook weggevallen. Dus wij zijn helemaal alleen in uw gezelschap nu. Maak u geen zorgen, wij proberen natuurlijk alles aan te doen, opdat u het hoogtepunt van de avond niet zult missen. Amai, zijn die meneer nu nog niet in... Oh, het is weer zo'n pretje. Voilà. Ik heb het gezegd, we hebben er alles aan gedaan. En het is terug dag geworden en daar is die grote baas, Michael Eisner. Was ik zo groot is die ook niet, hè? En hij vraagt of hij trots is. En ik kan me moeilijk iets anders inbeelden dan dat die grote meneer trots is op wat er hier gerealiseerd is, vlakbij Parijs. Heeft die meneer dat allemaal zelf gemaakt, Kurt? Natuurlijk niet. Oh. How to spend enough money so that everybody is treated like a VIP. Just one thing, we have already said that you're one of the top Disney... Oh, dat hebben we al gezien, hè, Gert? Grand fromage, as it were. Tell me, do you still like going on the rides? I do like going on the rides, and I particularly like the rides that have a strong story, and I like seeing the new technology, you know, we... Which is your favorite? Favorite ride? Yeah. I don't know who's standing around us, you know, this is like saying, who's your favorite child? Yeah, go on, go on. I think my favorite ride is the horse-drawn cart, which goes right here. You're kidding me! En ze vroegen even welk zijn favoriete attractie was. En dat is die paardentram die je daar voorbij zag rijden. Oh, dat vind ik toch ook leuk, zeg ik. Oh, dat meneer Eke van IJzer kan praten. Right now that's all I'm about. Yes, it's fantastic. And Star Trek. I love Star Trek. Star Trek, yes. And Thunder Mountain. Do you like Thunder Mountain? I love Thunder Mountain. I love Thunder Mountain. I'm coming back again. Fantastic. You? Great, you're invited. I'll meet you there. Great. Thank you, Michael. En zo nemen we terug afscheid van de grote baas die even een paar van zijn favoriete attracties samen met ons doet. Oh, het is weer donker. Ja, duizenden mensen zijn bijeengekomen ondertussen in het centrum van Euro Disney. Voor die historische opening. Yes, imagination is standing by to become reality. Yeah, we're into the final few seconds now. De laatste seconde en dan gaat het eindelijk gebeuren. We kijken nog eens even naar de klok. Oh, ik zie die klok niet. Nee, de klok is ja, ik denk ja, nog een paar seconden. 5 4 3 2 1 en patat is gebeurd. Daar gaan we. Oh, laat zich. Op 10 verschillende plaatsen moeten we nu een fantastisch vuurwerk krijgen. Voilà, daar is de eerste. Begin the dedication. Here again is the Chairman and Chief Executive Officer of the Walt Disney Company, Mr. Michael Eisner. Michael Eisner, die we daarnet ook al zagen, zijn rondje maken in het park, komt nu officieel het park openen. Amai, zeg, die heeft een hele grote schaar bij. Een beetje gevaarlijk wel. The moment has arrived. Het moment is daar. To Euro Disney, and here to make that welcome is the vice chairman of the Walt Disney Company and the son of one of our founders, Mr. Roy Disney. En hier is diezelfde Roy Disney die we eerder in het programma ook al zagen. Aan hem de eer. Thank you, Michael, and thank you, everyone. I'd like to dedicate Euro Disney by using the words of a remarkable man, my uncle Walt Disney. He said them on the day one of his fondest dreams came true. To all who come to this happy place, welcome. This is your land. Here age relives fond memories of the past, and here youth may savor the challenge and promise of the future. We hope that it will be a source of joy and inspiration to the world.
En met dezelfde magische woorden van zijn oom, die we vroeger in het programma alles hebben gehoord, wil hij dit park openen. Maar dat gebeurt dus door Eisner met de schaar, daar gaat hij. Het grote rode lint zal doorgeknipt worden. Ze stappen er eerst gewoon onderdoor, dacht ik. Een beetje een ontgoocheling, maar nee, nu gaat het dan toch gebeuren. Pas op voor de vingers. En voor zijn oog vooral. Wat dit doet dat stuk? Il a déclaré le Euro Disney ouvert. In het Frans wil dat zeggen dat hij nu officieel Euro Disney voor geopend heeft verklaard. Het is gebeurd. Euro Disney is open. 2 uur lang hebben we erop gewacht. En het grote ogenblik is eindelijk aangebroken. En wie hebben we daar? Mickey Mouse, Richard. Ah ja, want die woont daar. En hij nodigt ons uit om hem te volgen. En alleen al dit jaar zullen zo'n 11 miljoen mensen Mickey volgen in Euro Disney. 11 miljoen mensen, dat is verschrikkelijk veel volk. En dat zijn tenminste de verwachtingen die ze hier hebben in Parijs. Het vuurwerk is nu helemaal begonnen, hè? Ja, met dit prachtige vuurwerk. En deze beelden van feestvierende mensen zijn allemaal heel erg gelukkig. Gaan wij zo stilletjes aan afscheid nemen van Parijs. En ze hopen dat wij het allemaal heel fijn hebben gevonden. En ik denk dat u thuis ook zult hebben genoten van dit spektakel. Jij ook, Samson? Ik heb Mickey Mouse gezien. En Donald Duck. En Sneeuwwitje. En Pluto. En Goofy. En de schone slaapster. En Knabbel en Babbel. En Roger Rabbit. En al de andere. Allemaal. We zijn er eigenlijk zelf nog niet geweest. Maar ik denk, na wat ik vandaag allemaal heb gezien, dat Disney, Euro Disney, zeker de moeite waard loont om eens te bezoeken. Dag, tot ziens. Ja, dag iedereen.